Vrijdagavond 31 augustus rond 9 uur cirkelde een politiehelikopter geruime tijd boven de beeld, wat diverse emoties opriep gezien de vele reacties op het internet. Een woordvoerder van de politie kon nog geen informatie geven over wat er voorgevallen was, maar vermoedelijk ging het om een woninginbraak in Utrecht of de beeld. Op de Looidijk werd een jonge verdachte staande gehouden. Niet duidelijk was of deze jongen iets met de zaak te maken had, maar omdat hij niet kon verklaren wat hij daar deed, minderjarig was en een alcohollucht om hem heen hing, werd besloten hem mee te nemen. Om 9:15 was het weer rustig in de beeld.